De Partij van de Arbeid en de SP dienen een voorstel in voor betere mondzorg voor kinderen. 22% van de Arnhemse kinderen krijgt geen periodieke controle bij de tandarts. De partijen willen hiervoor onder meer kinderen op laten halen van hun scholen of een tandartsbus naar school laten komen. Welke problemen zijn daarbij in Arnhem als het gaat om mondzorg voor kinderen, mevrouw Dobbe? Ja, het is helaas te moeten constateren dat in Arnhem minder kinderen naar de tandarts gaan dan in de rest van het land. Gemiddeld doen wij het slechter en in sommige wijken gaat soms zelfs bijna 40% van de kinderen nooit naar de tandarts. En dat heeft grote gevolgen voor de gezondheid van die kinderen nu, maar ook voor de gezondheid van die kinderen later. En daarom hebben wij gedacht, het gaat niet vanzelf goed komen. Wij gaan zelf een voorstel maken om te zorgen dat die kinderen wel naar de tandarts gaan. U maakt voor mij ook een link tussen armoede en mondzorgen, die lijkt er ook heel sterk te zijn. Klopt. Niet naar de tandarts gaan, het is een zogenaamd sociaal-economisch gezondheidsverschil. Dat betekent dus dat kinderen met ouders met lagere inkomens of met een lagere opleiding minder naar de tandarts gaan dan kinderen van ouders met een hogere opleiding en een hoger inkomen. Ja. En dat betekent dus dat zij ook een slechtere start hebben en slechtere kansen hebben voor de rest van hun leven. En dat willen we dus tegengaan. Wijken die als wat beter bekend staan in Arnhem, zoals Schaarsbergen, Burgemeesterswijk. Zelfs die zitten rond de 4-25% met kinderen die niet gaan en doen slechter dan het landelijk gemiddelde. Meneer Grevink, hoe verklaart u dat dan? Nou, het laat in ieder geval zien dat dit voorstel heel erg belangrijk is. Want dus inderdaad, alle wijken zitten op het landelijk gemiddeld. En veel wijken zitten er ook boven. Dus er is werk aan de winkel om uiteindelijk de gezondheid van onze kinderen aandacht te geven. Je ziet wel duidelijk dat in de wijken, sociaal-economischere wijken, volgens mij was het Presikhaven, waar je op bijna 40% zit, die geen tandarts ziet. Maar als ook Schaarsbergen 20% van de kinderen geen tandarts ziet, dan is er gewoon werk aan de winkel om te zorgen dat die kinderen wel gewoon regelmatig een tandarts zien en controle krijgen van hun gebit. Ongezond eten, cola, chips, zorgt voor tandbederf. Dus uiteindelijk hangt alles samen. Het is ook zo dat als je mondgezondheid niet goed is, als je gebit niet goed is, heeft dat ook gewoon gevolgen voor de rest van je gezondheid. Dus dat hangt allemaal samen. Misschien even kort het voorstel, mevrouw Dol. Wat zijn de belangrijkste punten daarin die u voorstelt? Nou, sowieso de samenwerking met de consultatiebureaus. Want de mondzorg moet beginnen vanaf het eerste tandje. Dat is ook wat alle tandartsen adviseren. En daar moeten wij ook echt beter in worden. Maar een groot onderdeel van het voorstel is ook om het collectief te organiseren waar ouders het niet zelf doen. En dat betekent dus dat we samenwerken, dat we willen samenwerken met de scholen. Om bijvoorbeeld met een busje de kinderen uit de school te halen, naar de tandarts te brengen, in een groepje bij de tandarts hun controle te laten doen en dan weer terugbrengen. Op die manier kunnen we dat collectief doen. En is het ook niet afhankelijk van de afzonderlijke ouders of ze wel of niet gaan. De zorgen op de scholen, die zeggen van ja, maar wat betekent dat voor ons lesprogramma? Het heeft zich gewoon in andere steden bewezen dat als je goede afspraken met scholen, dan is de inspanning op de scholen beperkt of eigenlijk helemaal niet. De tijd om naar de tandartscontrole te gaan, die heeft ieder kind toch. Het gaat om één keer in dat half jaar. Dus uiteindelijk, als het goed georganiseerd wordt, dan is de impact op de scholen en het lesprogramma voor de leraar is beperkt. En zorgen we uiteindelijk wel, nou, in de gemeente waar dit nu gedaan wordt, dat het aantal kinderen dat naar de tandarts gaat gewoon aanzienlijk toeneemt. In Os zelfs 10% op dit moment, maar die nog mijt. Nou, daar hebben wij nog wat te winnen. Ja, u zegt zelf van, nou, de reactie verbaasde ons. Ja, hoe komt het college dan toch toe, denkt u? Want u zegt zelf van, nou, we hebben het goed onderbouwd, het heeft zich bewezen. Hoef je daar niet extra in te investeren, die worden daarin ontzien. Waarom komt het college dan toch eigenlijk met een negatief advies? Nou, ik denk uiteindelijk de scholen zijn zelf, en dat zie je ook wel in de andere steden hoor, die zijn in het begin misschien eventjes van, hey, wat komt er nou op ons af? En dan blijkt uiteindelijk dat je uiteindelijk de voorbeelden moet zien om te zien dat het echt goed werkt. Dus ik denk dat het misschien de eerste reactie van de scholen toch wat terughoudend was. En daarnaast heeft het college toch ook aangegeven, we hebben de taken bij de VGGM, bij een organisatie, andere organisatie belegd, de veiligheidsregio in de regio. En die hebben uiteindelijk die taken belegd en dat ze van daaruit kijken van, nou ja, dat ze met deze reactie komen. Hoe heeft u dat gezien, mevrouw Dobber, de reactie van het college? Nou ja, de reactie van het college gaat natuurlijk heel erg uit van de eigen verantwoordelijkheid van de ouders. En daarmee zie je dus dat de eigen verantwoordelijkheid van de ouders eigenlijk wordt overschat. Hè? Er zijn ook al eerder onderzoeksinstanties die hebben gezegd, kijk nou niet alleen maar naar de eigen verantwoordelijkheid van de mensen. Je hebt als overheid ook gewoon een taak. En hier hebben wij dus ook een taak. Op het moment dat wij willen dat kinderen naar de tandarts gaan, en op het moment dat wij dat belangrijk vinden, mondzorg belangrijk vinden, dan moeten wij ook als gemeente onze rol pakken. En ja, dat is misschien een beetje schrikken, maar het is
wel heel goed en het is bewezen effectief. Het is goed voor onze kinderen, dus we moeten het gewoon doen. Ja. Nou hoor ik vanavond de meeste vragen die wat bedenkingen hadden van ja, die scholen zijn toch een beetje bang dat ze te veel moeten gaan doen. Of er nog wat bij komt, scholen staan al onder druk, leraars kort, noem maar op. Wat voor boodschap heeft u naar de scholen als het gaat om die haal- en brengservice, kinderen uit de klas? Gaan die leraren daar last van krijgen? Nou ja, wij hebben gesproken met scholen die dit al doen en die zijn er echt laaiend enthousiast over. Dus ik zou willen zeggen aan de scholen die twijfelen of iedereen die daar nog twijfels over heeft, om vooral met die goede voorbeelden te gaan praten. Want zij zeggen juist, die kinderen die gaan nu naar de tandarts. We zien dat de kinderen naar de tandarts gaan die eerst niet naar de tandarts gingen. We zien ook dat ze blij terugkomen. We zien dat ze krijgen pakketjes, een tandenborsteltje mee. Ze vinden het hartstikke leuk. Dus het is hartstikke effectief en ze kunnen het heel goed combineren met hun klassen als we het op deze manier organiseren. Dus volgens mij is er helemaal niks op tegen om dit op deze manier te gaan doen. Dan een kostenplaatje, meneer Greven, ook altijd belangrijk. De voorstellen die u doet, wat gaat het kosten en wie gaat dat betalen? Uiteindelijk is het mooie dat de zorgverzekeraars alle tandartskosten voor jongeren tot 18 jaar vergoeden. Ook de haal- en brengservice wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Dus als we dit organiseren, kost het de gemeente niets. We hebben wel gezegd, je moet wat organiseren en preventie doen. Daar hebben we natuurlijk gewoon de mensen voor die dat moeten doen. Maar uiteindelijk, de daadwerkelijke uitvoering, dat wordt gewoon gedekt door de zorgverzekeraars.